Hallo Spengs en Perks, Spengs Gamers, een nieuwe aflevering van Pajama Sam 2. Doe niet onder voor bliksem en donder. Haha, altijd fantastisch, super mega leuk. Even kijken. Ik heb comments gehad. Echt? Rick, jij en comments? Ja, eerste comment was Rick. Voor het geld moest je een regenboog maken. Toen ik het las, dacht ik... Oh ja, natuurlijk, je moest een regenboog maken. Tadaa, start de procedure. Moet je zien wat er voor moois gaat gebeuren. Ja, daar komt hij hoor. Wow, met een kaboutertje. Helemaal, iemand wil dit met hout pikken. Dan moet ik hem oppakken. En dan gaat hij weg. En dan worden er twee muntjes voor je gepakt. Tadaa, 2 gulden munten. Plastic. En iemand zei, een puzzelstukje laten liggen in de kamer van de weermachine. Tadaa. Had ik maar een printer. Kunnen we ook andere puzzels doen? Nee, dat is voor puzzelstukjes. Nou, dat is 2 dingen in 1 minuut. Zo gaat het makkelijk. Nu gaan we even met de wortel de laatste vraag invullen. En we kunnen dat andere ding aan de snoepautomaat halen. Wordt echt een korte aflevering zo. Daar zit nog iets op. Even kijken. Ja, wat is dit meer voor doen? Laten we jou even kopen. Yes, daar gaat hij dan, jongens. Xox. Mooi, bol. Dat ziet er niet comfortabel uit. Is het wel, hè? Dat is het ook niet. Gooi er snel nog wat geld in. Ik heb geen geld meer. Oh, skitterend. Skitterend. Hij is Frans. Dan gebruik je het blikje vloeibare aardbeving. Of aardbeving in blik, of hoe je het ook wil noemen. Op de blik openen. Tadaa. En nou moet je het op de automaat gebruiken. De automaat eigenlijk. Hoppa! Vloeibare aardbeving, doe je ding! Tadaa! Epische glimlach, jij blij! Ai, my caramba! Oké, we hebben hem, ja? Dan gaan we naar de bestuurskamer. Gaan we de laatste vraag oplossen. Typeer in het kort onze Europese economie. Oké, daar gaat hij dan. Daar is de wortel. Economie, je man. Je man. Oké, wortel. Hoe typeer kun je eventjes onze, in het kort onze Europese economie typeren, meneer wortel? Oké, ga je gang. Kent u het antwoord? De Europese economie is als een wild beest. Een wild beest. Ze groeit, ze produceert afval. En hoe meer je ze probeert in te tomen, hoe wilder ze tekeer gaat. Kun je me nog volgen? Ja, een mooie vergelijking. Die had ik nog niet gehoord. Graag gedaan hoor. Doe je dansje, Sam. Dus hij is geslaagd, hè? Hij is nu dus lid van onze bestuursraad. Yay. Ja, dat klopt. Welkom in onze bestuursraad, Joepie. Sam. Dank u wel. Ga zitten. Oké. Yes. Ik voel me net een koning nu. Wat gaan we nu doen? Laten we het hebben over een zitplaats voor elk lid van de bestuursraad. Eens kijken. Volgens onze agenda zijn er nog een paar onderwerpen te bespreken voordat we kunnen overgaan tot het aansnijden van nieuwe materie. Oké, waar wil je het over hebben? Eerst moeten we het even hebben over de kleurkeuze voor de toiletruimte van de bestuursraad. Belangrijk. Iemand een voorstel? Oké, laat ik even de sleutel aan ze vragen. Excuseer. Ja? Nee. Mag ik even naar het toilet? Nou. Mijn assistent kan mij gerust vertegenwoordigen tijdens mijn afwezigheid. Hey, eindelijk de kans om mezelf waar te maken. Bedankt, Sam. Goed zo. Tot later. Oké, later, boys. Ik ga lekker naar het toilet. Lekker huppelen door de gangen. Yay. En we gaan even de deur openen naar het toilet. Goed zo, Sam. Open die deur, jongen. Ja, gaat hij nog open of niet? Oké, dan. Hij is open. Nou, hier gaat hij met jou, Bindi. Hallo? Kom hier, bitch. In mijn broekzak, in mijn jaszak, in mijn capezak. Ik heb je gevonden. Dankjewel. Graag gedaan, hoor, meid. Oké, dan laten we gaan weer terug gaan naar de weermachines en ze even repareren. Dan is die dat waterding wel doen, dat even geen flikker werkt, omdat je H2 en O hebt in plaats van O2. Nou, doen we deze even tussen. Oké, daar gaan we.
tijd om weer aan de slag te gaan. Ja. Yeah. Ha, weer. Heerlijk. Wat een mooie woordgrap over het weer. Zonder jou de regenmaker niet goed werkt en dan komen we zonder regen te zitten. Dus zonder regen kunnen we niet. Echt niet? Regen is goed voor de plantjes en zo. Oh. Weet ik wel, ik wil je gewoon even testen. Waarom dan? Waarom dat... Gepopt. Wat grappig. Nee, Sam, dat is helemaal niet grappig. Gaan kinderen dood in Afrika? Dat is pas niet grappig. Jemig. Oké, deze droom maar even op. Ik moet die eerst terug goed zetten. Oké, wat jij wil, Sam. Doe hem er maar in, Bindi. Dido. Oh, jongens. Jongen, wat ben ik blij. Attentie, bericht aan het personeel. De directeur is dit is geen oefening. Dit is geen oefening, jongens. De directeur van de firma. Dit moet serieus zijn. Serieuze shit. We hebben geen tijd te verliezen. Snel, doe hem erin. Of haar. Is het een hem of een haar? Niemand weet het. Ze komt. Ze komt. Wat moeten we nu doen? Wat moeten we nu doen? Wat moeten we doen? Ze komt. Geen idee. We moeten haar tegenhouden. Nou ja. We zullen wel iets vinden. Dat is niet waar. Hé, hey, daar is ze. Moeder Natuur. Moedertje Natuur. Wat fijn om u nog eens te zien. Geen gezee, verdonder. Ik kom de boel hier eens grondig inspecteren. En ik waarschuw je, als er ook maar iets niet in orde is... Oh, mijn god. Maar wat is dat? Moedertje Natuur, ik heb u mijn dia's van mijn reis naar Gent nog niet getoond. Ja, de reis naar Gent. Wow, wat een mooie dia's. Interesseert me geen dier. Jawel, ze is naar Gent geweest, Moeder Natuur. Naar Gent. Het ligt in België. Laat toch? Me weet ik veel waar dat ligt. Het ligt ergens. Straks ligt Gent helemaal niet wat in België. Dan sta ik weer voor lul. Zoals altijd. Het kan nog wel eens in Duitsland liggen. Laat me lekker. Of in Nederland. Of ergens in Europa. Laat het daarop houden. Echt? Natuurlijk. En wie ben jij? Ik ben... Pyjama Sam. Hé, is dat jongetje dat... Paf, 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 de familie, paf, 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 op mijn hoofd, paf, op mijn hoofd, au, paf, 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 dat alle weermachines in prima staat zijn. Yay. Goed dan. Oké dan. Donder, bliksem. Opgedonderd. Houden zo. Dus we worden net ontslagen. Ja, je wordt ontslagen, want alles is goed. En gelieve me nu te verontschuldigen, ik moet naar Benidorm. Oeh, Benidorm bastard. Het is een Benidorm bastard hoor. Hartelijk bedankt voor al je hulp. Je hebt die laatste machine net op tijd kunnen herstellen. Je hebt ons gered. En al het weer is weer normaal. Bedoel je dan dat het weer zal stormen bij mij thuis? Ja. Yay. Zeg eens, wat zou je ervan denken... om zelf even heer en meester te zijn over het weer. Ja! Ik? Het weer controleren? Fuck yeah! Wauw! Dat wil ik wel. Tof! Hiermee bepaal je de hoeveelheid regen. En hiermee regel je het volume van de donder. Interessant. Oh, jongens. Bam! Wat een mooi einde toch weer, jongens en meisjes. Pyjama Sam 2, doe niet om. Bliksem en donder. Ik heb deze scherm. Ja, ik heb dit scherm al een keer afgekeken. Het is niet zo bijzonder. Ik bedank jullie gewoon voor het kijken van deze playthrough. Laatste partjes wat korter. Maar ja, daar kon ik niet rekening mee houden. Want ik wist niet dat het zo makkelijk was het laatste stuk. Dus ja. Ik zie jullie gewoon bij het volgende ja, playthrough van een kinderspel op Pyjama Sam 3. Dan Pyjama Sam 4. En dan ga ik alle poepjes doen. Dan heb ik alle Pyjama Sams. Als ik ook de poepjes heb gedaan, heb ik alle Pyjama Sams, alle friendly fishes, alle poepjes. Ik ben Joep. Hey Joep de Sloep! Hey! En alle Spyfoxen. En weet je wat er nog te wachten staat? Dracula. Dat is van dezelfde maak als Freddy Fish en zo, maar dan voor oudere kinderen. Dracula. Dat gaan we nog doen. Bij en heeft en we gaan nog alle nieuwe monteurspellen doen, alle vijf. En ja, dan zijn we klaar met de kinderspellen en dan... misschien dat we nog een keer dat van die flipper gaan doen of zo, van een of andere pingwin, ik weet niet. We gaan tenminste nog wat meer kinderspellen spelen. Sowieso binnenkort nog Barbie. Je weet wel hoe het gaat, maar voor nu bedankt jullie gewoon even voor het kijken en dan... zie ik jullie bij Pyjama Sam 3. Doe niet onder voor bliksem en donder of ergens anders op mijn kanaal. Tot. Doei's. Bedankt voor het kijken. Prettige dag verder. Doei.